Afgelopen nacht hebben we heel veel neerslag gehad. Eigenlijk tot op dit moment. Dit heeft ervoor gezorgd dat grote delen van met name Paramaribo blank liggen. Met de heer Mohan van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie hebben wij een gesprek hierover. Wat we altijd doen wanneer het vooral in de avonduren regent is nagaan of al onze kunstwerken, dat zijn die sluizen en gemalen, bediend worden. En dat is zo geweest. In de vorige ochtend waren er wel twee storingen, die zijn wel opgegeven. Dus in principe werkt nu al onze kunstwerken zijn in bedrijf. In mijn aankondiging heb ik aangehaald dat grote delen in met name Paramaribo blank liggen. Is het alleen Paramaribo dat op dit moment? Dus de meeste klachten die wij wel hebben gehad zijn Paramaribo en omgeving. Maar het heeft ook geregend in het oosten van Suriname. Dus we hebben nog niet pers echt klachten gekregen. Maar ik verwacht dat als het aanhoudt dat er wel daar wateroverlast moet zijn. U haalt aan dat er klachten binnen zijn gekomen op het ministerie. Wat voor soort klachten zijn die? De klachten zijn eerst van straat is onder water of er is een verstopping, maar dat krijg je normaal al, maar dat zijn de meeste klachten die je krijgt en het gebied zit onder water. Dat en wanneer zulke klachten binnenkomen, wat doet het ministerie? Dus, er zijn gebieden waar je weet dat het vaker onder water is, dus dan moet je alleen kijken of het, hoe erg het is. Weet toch? En dan zal je prioriteren van wat je moet doen. En de rest is gewoon de klachten weer opnemen en kijken waar we kunnen inspelen. En is het ministerie ready voor als het blijft regenen? Dus we zijn een tijdje terug begonnen met een plan voor de regenperiode. Maar niet alleen de regenperiode van december, maar ook de doorgetrokken tot naar april. En we hebben een plan uitgezet en daarmee zijn we in de uitvoering. Waarbij we zoveel als mogelijk ons eerst eigen equipment inzetten. En waar nodig gaan we derden inschakelen, aanhuren van machines. U heeft het gehad over een plan. Hoe ziet dat plan precies eruit? Dus we hebben een schema gemaakt van waar we onze equipment, dus zowel het hele ministerie, het is niet alleen ontwateringswerken, ook het directoraat openbaar groen heeft equipment, waar we dat allemaal gaan inzetten. En ook onze kolkenzuigers en goederenkrijnigers, waar we harden kunnen aanpakken om wateroverlast te verminderen. En de pomgemalen, hoe zit het daar? Ja, dus we hebben een hele sectie die daarover gaat. En we hebben met het sectiehoofd van dat gemaal. En 's avonds hebben ze een speciale ronde die uitrijdt. En dan krijgen we rapportage daarvan. Dat is ook gebeurd. Ja. En er zijn mensen die nu waar de straten blank zitten. Wat zegt u aan deze mensen? Kunt u ze geruststellen? Sommige gebieden is het echt een kwestie van tijd. Ondanks je alles in bedrijf hebt, neemt het tijd om water af te voeren. En ik kan aan de mensen geruststellen dat waar wij verantwoordelijk voor zijn, wij ons uiterste best doen om het in orde te krijgen.